In deze video gaan we kijken naar de wiskunde achter de harmonische trilling. Je ziet nu een balletje dat een eenparige cirkelbeweging maakt, maar zouden we nu via de zijkant kijken naar de beweging van dat balletje, dan zien we dat balletje op en neer trillen. En niet zomaar op en neer trillen, het balletje zal een harmonische trilling uitvoeren. En uh, een eigenschap van de harmonische trilling is dat wanneer we deze uitzetten, wanneer we de positie uitzetten tegen de tijd, dat we er dan een mooie sinusfunctie uitkrijgen. In dit plaatje kunnen we ook meteen twee belangrijke uh, grootheden van een trilling uh, terughalen. De eerste grootheid is namelijk de maximale afstand die het balletje kan uh, hebben ten opzichte van evenwichtstand. Dat noemen we de amplitude hier in het rood. En we kunnen ook de trillingstijd uh, hier aflezen in het oranje. Dat is de tijd die het balletje erover doet om één volledige trilling uit te voeren. En omdat we hier te maken met hebben met een harmonische trilling, kunnen we deze beweging ook vastleggen in de vergelijking. En die vergelijking die ziet er zo uit en je ziet hier ook weer in kleurtjes aangegeven de twee grootheden die van belang zijn bij deze trilling. En uh, met deze formule kun je dus uitrekenen op elk willekeurig tijdstip hoe groot uh, de uitwijking is ten opzichte van de evenwichtstand van dit voorwerp. Als je dat doet, let er dan wel op dat je je rekenmachine zet op uh, radialen en niet op graden. Nou hier gaan we eens even mee verder. We hebben dus een vergelijking en we hebben een grafiek van de beweging in de loop van de tijd. Als je kijkt naar de grafiek van de beweging in de loop van de tijd dan kun je ook afleiden wat er, uh, hoe het plaatje eruit ziet van de snelheid in de loop van de tijd. Op het moment dat de Stijlheid van de raaklijn in het xt-diagram maximaal is, zal de snelheid ook maximaal zijn en op het moment dat de raaklijn horizontaal loopt, zal de snelheid 0 zijn. De vt grafiek van deze beweging ziet er dan ook als volgt uit. Maar we kunnen nog een stapje verder, want we hebben ook een vergelijking van de plaats tegen de tijd en natuurlijk geldt er altijd voor de snelheid dat die gelijk is aan de afgeleide van de plaats tegen de tijd. En we kunnen deze vergelijking bovenaan kunnen we ook differentiëren, en dan krijgen we dus de vergelijking van Vt. Als we dat gaan doen, dan moeten we de kettingregel toepassen. En dat houdt in dat we eerst de afgeleide gaan pakken van uh, dat wat tussen haakjes staat. Nou, de afgeleide daarvan is 2pi gedeeld door hoofdletter t. En dan moeten we vervolgens ook nog de afgeleide pakken van de sinus, en dat is de cosinus. En dan krijg je dus de volgende vergelijking. Voor de snelheid in de loop van de tijd. Deze vergelijking staat trouwens niet in BINAS. Zul je ook niet zo heel vaak echt zo gaan gebruiken. Maar wat vaak wel gebruikt wordt, is de maximale snelheid die het bolletje in dit geval zal kunnen gaan bereiken. En wanneer je kijkt naar deze vergelijking, dan zie je ook wel meteen dat de maximale snelheid uh, betekent dat de cosinus maximaal moet zijn. En we weten natuurlijk hoe groot de cosinus maximaal kan zijn, dat is namelijk 1. Dus kunnen we deze vergelijking eh, vereenvoudigen als we kijken naar de maximale snelheid, eh, dan is die gelijk aan 2pi maal a gedeeld door de tijd. Dat geeft je twee mogelijkheden om de maximale snelheid van een trillend voorwerp te bepalen. En ik zeg uitdrukkelijk te bepalen, want ook wanneer je gebruik maakt van deze vergelijking, zul je vaak... Eerst moeten we bepalen uit de, uit de grafiek hoe groot de amplitude is en hoe groot de trillingstijd is. En de andere methode had ik al genoemd. Dat is het trekken van de raaklijn uh, op het stijlste stuk en de stijlheid bepalen van de raaklijn. We gaan weer even terug naar ons uh, trillend balletje. Want uh, het is ook interessant om te gaan kijken hoe ziet nou het krachtenspel eruit. Wil je dit balletje deze trilling laten maken? En uh, die is... Uh, Eigenlijk best wel eenvoudig. Um, er moet namelijk het volgende gelden: er moet altijd een kracht werken op het balletje dat naar het midden gericht is. Dit heet de wet van Hoek en die ziet er in formulevorm als volgt uit. En die kracht moet dus naar beneden staan als het balletje zich boven de evenstand uh, bevindt en naar boven staan als het balletje zich eronder bevindt. Daar is die min voor in de formule, maar die kracht moet daarnaast ook nog eens. Lineair toenemen met de uitwijking. Dus als de uitwijking twee keer zo groot wordt, moet de terugwerkende kracht ook twee keer zo groot worden. Daarnaast geldt natuurlijk ook nog deze vergelijking, deze bekende vergelijking, Tweede Wet van Newton, F is m a. We gaan eens kijken of we die twee vergelijkingen kunnen combineren en of we daar dan iets interessants uit kunnen halen. Maar dan moeten we ons eerst even gaan richten op die a, de versnelling. Want we hebben net al gekeken naar de plaats in de loop van de tijd en de snelheid in de loop van de tijd. Maar kunnen we ook iets zeggen van de versnelling in de loop van de tijd? Nou, dan gaan we even terug naar onze grafieken. Deze twee grafieken hadden we al gezien. We kunnen ook een grafiek maken van de versnelling in de loop van de tijd. En dat gaat eigenlijk redelijk in lijn met uh, hoe we de VT-grafiek hebben gemaakt. Want nu geldt dat wanneer de verandering in de snelheid maximaal is, dat dan de versnelling. Maximaal is en wanneer de verandering in de snelheid nul is, en dat is bij de toppen en de dalen, dat dan ook de versnelling nul is. Ons AT-diagram zal er dan ook zo uitzien. En natuurlijk geldt ook weer uh, dat de versnelling de afgeleide is van de snelheid in de loop van de tijd. En omdat we die vergelijking hebben van de snelheid in de loop van de tijd, kunnen we deze vergelijking nog een keer gaan uh, differentiëren. En dat doen we eigenlijk op dezelfde manier als uh, de, het differentiëren van x naar vt. Weer met de kettingregel. Ik ga er niet in detail op in. Maar daar komt uh, de volgende vergelijking uit, zoals je daar ziet staan. We kunnen hier nog iets vereenvoudigen. En dat ga ik, uh, daarvoor ga ik eerst het volgende doen. Ik ga het minnetje en de a van amplitude in de onderste vergelijking even van plaats verruilen. Als ik dat doe, dan krijg ik uh, de volgende vergelijking. En ik heb eventjes al. Uh, in oranje weergegeven uh, het stukje in de onderste vergelijking van de versnelling en het uh, stukje in de vergelijking van de plaats, want dat blijkt nu het geval te zijn. Eigenlijk staat in onze onderste vergelijking staat in oranje niets anders dan x_t weergegeven. Dus ik kan mijn vergelijking vereenvoudigen door in plaats van a sin 2 pi gedeeld door t mal t op te schrijven x en dan krijg ik iets wat op zich best wel apart is. De versnelling is dus uh, afhankelijk van een constante maal x. En die versnelling, die is zelf natuurlijk ook iets van x. Dat is de tweede afgeleide van x. Dus eigenlijk, wiskundig gezien, staat daar. Deze vergelijking, eh, dit kom je vaker tegen in de natuurkunde, dit noemen we een differentiaalvergelijking, en dit is dus een van de bekendere voorbeelden van hoe je een beweging in een differentiaalvergelijking kunt weergeven. Nou, die onderste vergelijking laat, laat ik even voor wat het is. Ik ga me richten op die uh, ene onderste vergelijking, uh, waarbij dus AT gelijk is aan een constante maal XT. Die neem ik even mee naar een apart velletje, namelijk het velletje waar we net ook al naar gekeken hebben. En ik ga kijken of ik hier iets mee kan. Want uh, links zie ik al twee vergelijkingen die iets zeggen over f. En die twee vergelijkingen, die kan ik natuurlijk aan elkaar gelijkstellen. En dan krijg ik het volgende: Min c mal x is gelijk aan m mal a. Van die a heb ik dus net bepaald hoe de vergelijking eruit ziet. Dus die kan ik gaan invullen. En dan krijg ik het volgende. En als je goed kijkt, dan zul je zien dat nu links en rechts van het is-teken. Een minnetje staat en een x staat. Dus je kan het tegen elkaar wegstrepen en dan vereenvoudig ik de boel enorm. Dan krijg ik deze vergelijking. Dus blijkbaar is mijn veerkonstante C gelijk aan m mal 4pi in het kwadraat gedeeld tot t in het kwadraat. Um, zo kun je hem natuurlijk gebruiken. Maar het is gebruikelijker dat je deze formule ziet in de vorm t is. Dus ik ga deze nog eventjes omwerken zodat er uiteindelijk staat t is. Nou, ik ga eerst die t kwadraat en c uh, met elkaar verwisselen. Dat mag natuurlijk wiskundig gezien. Dan krijg ik deze vergelijking. Dan is het mooier om eventjes die m in de breuk te zetten en die 4 pi kwadraat uit de breuk te halen. Ook dat mag wiskundig gewoon. Je hoeft nog maar één stap te doen en dat is links-rechts de wortel nemen. En dan krijg ik links t en rechts komt er te staan 2 pi maal wortel m gedeeld door c. En dit is wel een uh, vergelijking waar je iets mee kunt. Want uh, je kunt dus de trillingstijd van een voorwerp berekenen wanneer je twee dingen van het voorwerp weet: namelijk de massa van het voorwerp en C, de grootte van de veerconstante. De kracht van deze formule zit er maar in dat je heel veel trillende uh, voorwerpen in de dagelijkse praktijk kunt uh, benaderen met deze vergelijking, waarbij je dus uh, net doet alsof het een massa is. Die vastzit aan een veer. En wanneer je op een of andere manier die veerconstante kunt bepalen, kun je dus ook die trillingstijd bepalen.